Ja, Jan Zoutman. Vanmiddag speel je tegen Excelsior 31 na een bewogen derby vorige week. Hoe is het verwerkt, de derby? Ja, ik denk prima. We hebben zeker aan de tweede helft een goed gevoel overgehouden. En dat goede gevoel moeten we natuurlijk vandaag proberen om te zetten in een goed resultaat. Dat begint met goed spel, met de tactiek goed uitvoeren. Zodat je met z'n allen keihard ervoor werkt en een team bent. En dan denk ik dat wij vandaag in staat zijn om Excelsior hier te verslaan. Excelsior 31 draait een beetje middenmoot op dit moment. Wat verwacht je van hun? Ja, ik verwacht al wel een wat voorzichtige ploeg. Met name ook omdat ze aanvallend nog niet heel veel potten kunnen breken. Ze zullen eerst proberen er een wedstrijd van te maken. Ze hebben ook de thuiswedstrijd tegen Rijnsburgse Boys een slechte openingsfase gehad. Waarin ze eigenlijk gelijk al op een kansloze achterstand werden gespeeld. Dus ik verwacht een voorzichtige opening van Excelsior. En, het is aan ons om daar aanvallend wat tegenover te stellen. Je opstelling is dezelfde als vorige week. Nog geen Bas Mooi. Hoe is het met Bas? Ja, Bas zit wel in de eindfase van zijn herstel. Er staat voor zo'n knieband 4 tot 6 weken hersteltijd. Nou, Bas zit op 4 weken. Ja, soms als het mee zit kun je na 4 weken weer spelen. En we hadden hoop dat hij volgende week voor de beker weer een helftje kan meedoen. Maar zoals het er nu naar uitziet, wordt dat waarschijnlijk een weekje later. En, we gaan geen risico nemen met Bas. Bas gaat pas weer minuten maken als hij weer 100% fit is. Jan Zoutman, veel succes vanmiddag. Dankjewel. Hey, come here.
Wouter van Hoof, een deceptie vanmiddag. 2-1 verliezen van Excelsior, maar niet onterecht verloren. Nee, als zij er 2 maken en wij maar 1, dan verlies je inderdaad wel terecht. En dat was niet terecht uiteindelijk wel, maar het was niet nodig geweest. En dat is gewoon doodzonde. Ik denk dat je gewoon wel weer redelijk voetbal op de mat legt. En ja, kijk, als je verliest dan is het altijd negatief. Dat weet ik, want ik zie je nee schudden. Maar ik denk dat je eerste helft af en toe goed de bal rond liet gaan. En dan kom je op, met een schitterende goal van Ramis kom je gewoon lekker op 0-1. Wat belangrijk is tegen zo'n degelijke ploeg. En dan moet je verder voetballen. Nou, dat lukt even niet. Nou, dan is het rust. Dan staat het nog steeds 0-1. En dan kom je de kleedkamer uit. Begin je aanvallend op hun helft en dan valt 1 bal uit. En zij scoren 1-1. En ja, dat is dood en doodzonde.
Ja, tot de 29e minuut geen veldje aan de lucht. Daarna voetbal je eigenlijk niet meer. Hoe kan dat? Ja, dat is ook iets wat voetbal is. En dat, dat tegenstanders ook iets van zich afschudden misschien. En, is het onderschatting? Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet, want we doen ons zinkende best om, om verder uit te bouwen. En, ja, bij hun is het ook het balletje valt net even goed en dan gaat er hoop. En dan willen zij de 1-1 maken en dan moeten wij blijven voetballen. En dat, dat is helaas niet gebeurd. En dan kom jij erin als een soort van ijsbreker. Met nog 8 minuten te gaan officieel op de klok. Dan moet je het verschil maken. Kan dat in zo'n korte tijd? Kun jij dat? Ja, vandaag niet, maar... Nee, vandaag niet. Nee, goed. Het verschil kan je in een minuut maken. Dan wordt het nog 2-2. Maar, tuurlijk, maar je probeert ook met Tim Peters. Die viel goed in, denk ik. En schiet meteen. Nou, als hij hem goed raakt, dan had die keeper hem niet. Het was ook een schot van 25 meter, hoor. Maar hij probeert het goed en hij bracht wel iets extra's. En Jan komt nog een paar keer een bal door. En ja, ik probeerde ook nog wat te forceren, maar dat is niet gelukt vandaag. Maar tuurlijk. Ik bedoel, tuurlijk kan je binnen 10 minuten nog wat breken. Maar dat zat er vandaag niet in. En ik heb mijn best gedaan, maar dat heeft iedereen gedaan. Wat is de les van vandaag? Als we 0-1 voorstaan, eventjes lekker van de 0-2 gaan genieten. Dat die er lekker in valt. Dat wil natuurlijk iedereen en dat willen wij ook. Want daar was de dag goed voor, denk ik. Mooi zonnetje. En dan lekker de wedstrijd uitvoetballen. En dan 0-3 winnen. Maar dat is niet gelukt. Doodzonde. Dankjewel, Wouter. Graag gedaan. Jan Zoutman, Excelsior 31. Voor de wedstrijd zeg je tegen me, dit is een ploeg waar we eigenlijk wel 3 punten tegen willen pakken, kunnen pakken, moeten pakken. Het pakt anders uit. Ja, en dat is een kwalijke zaak. En ik denk ook dat we het aan onszelf te danken hebben. En, niks ten nadele van Excelsior, maar die ploeg die is vooral heel enthousiast en heel fanatiek. Jongens, we hebben zich helemaal leeg geknokt, maar ik denk qua voetbal, en dat kon je in het begin van de wedstrijd ook zien, hebben wij gewoon meer in huis. Maar op het moment dat je dan 0-1 maakt en daarna valt een aantal dingen stil, ja, dan roep je de problemen over je af. En voor rust ging dat nog net goed. En dan waarschuw je de groep daar in de rust voor. Maar ja, we hebben het niet goed opgepakt. En of de spelers dat signaal nou niet goed hebben begrepen, of dat, of dat ik niet duidelijk genoeg ben geweest. Hè, de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Maar het feit is natuurlijk dat we heel slecht uit de kleedkamer komen en dat je in een kwartiertijd die wedstrijd verspeelt. Hoe kan het dat je in 29 minuten gewoon echt gewoon goed voetbalt, er geen veldje aan de lucht is en je vervolgens eigenlijk niet meer voetbalt? Ja, dat is een goede vraag. Ik vond dat wij, je kijkt natuurlijk naar wat er op veld gebeurt. Ik vond dat wij in de eerste plaats verdedigend de tegenstander veel te makkelijk lieten komen en lieten opbouwen. En ze mochten ook op onszelf te makkelijk ballen aannemen, doorspelen. Er zat te weinig druk op de bal. Daarnaast vond ik ook dat we voetballend in die fase te weinig deden om balbezit te houden en om aan de bal te komen. En nogmaals, waar we het eerste half uur gewoon heel veel dingen goed doen en verdiend op voorsprong komen. Ja, daar hebben we na de goal denk ik misschien wat te makkelijk gedacht. En dat gaat meestal niet bewust. Maar we hadden wel zoiets van, we hebben die voorsprong en dat kunnen we op het gemakje uit gaan voetballen. En dan waarschuw je daar in de rust voor. Ja, en dan binnen een minuut ligt hij erin. Omdat ik vind dat de centrale verdedigers daar niet goed doen. Hè. Die zijn allebei te gretig in het vooruit verdedigen. Waardoor ze allebei voor de situatie uitkomen. Ja, die jongen die schiet hem erin. En dan krijgt zo'n ploeg natuurlijk vleugels. En bij ons sluipt de twijfel erin. Met name op de vleugels werd ontzettend weinig gebruik van gemaakt bij IJsselmeer volgens. Ja, dat klopt. Nou, zij spelen natuurlijk in een 4-1-4-1 systeem waar de buitenste middenvelders van hun onze backs moeten opvangen. En dat deden ze heel gedisciplineerd. Maar dan nog vind ik dat je wel initiatief moet nemen. Want op het moment dat een back bij ons gaat lopen, dan kan bijvoorbeeld een middenvelder aan de buitenkant een keer vrijkomen. En waar ik dat in het begin nog wel een aantal keren gezien heb, ja, daar viel dat met name na de 0-1 viel dat toch een beetje weg. Terwijl de gelegenheid en de ruimte er wel voor was. Maar ja, goed, je moet het wel doen, want anders krijgt de tegenstander het initiatief. En ik denk dat we wat dat betreft gewoon de nederlaag aan onszelf te wijten hebben. Een reactie op wat gemor onder de supporters is het tijdstip van wisselen. Had je niet eerder kunnen wisselen? Er was een aantal spelers dat gewoon in de tweede helft echt slecht in de wedstrijd zat. Ja, dat klopt. Die vraag is natuurlijk, die wordt vaker gesteld. Maar zoals wij de wedstrijd eindigen, zo kun je niet beginnen. Want je speelt eigenlijk een soort zelfmoordvoetbal aan het eind. En dat doe je natuurlijk omdat je niks meer te verliezen hebt. Maar als wij de hele tweede helft bijvoorbeeld met Wilco Krimp 1-op-1 gaan spelen achterin tegen een redelijk snelle spits, dan krijg je waarschijnlijk 5 om je oren in plaats van 2.
2. Dus daar wacht je dan mee totdat je denkt van nou nu zou het wel eens kunnen dat de tegenstander in verwarring wordt gebracht. En dat zij ook niet al te veel tijd meer hebben om daar iets tegenover te stellen. En daarnaast, ja, ik ben natuurlijk ook best een trainer die spelers vertrouwen geeft. Geoffrey Verwij, Jasmin, Michael, dat zijn jongens die soms niet goed in de wedstrijd zitten, maar dan toch een goal kunnen maken. En dat is ook al een aantal keren gebeurd dit seizoen. En de discussie of je wel of niet eerder moet wisselen, ja, natuurlijk kun je die voeren. Maar dan is natuurlijk de vraag, wie ga je wisselen, hoe ga je wisselen? Wij zijn constant bezig met overwegingen daaromtrent. En dat wij binnen een paar minuten na rust 2 doelpunten tegenkrijgen, ja, dat kun je ook niet voorzien. Ik bedoel, als we dat hadden geweten, hadden we wel eerder gewisseld, maar dat weet je niet. Maar Ede wisselen, dat geeft misschien ook wat meer kans om het voetballend op te lossen. Want nu ging je met de wissels eigenlijk wat meer van bang spelen. Ja, dat klopt. Kijk, zij spelen met 4 verdedigers op lijn. En als wij achterin 1 tegen 1 gaan spelen, hebben we geen vrije man meer. Dus dan is het meestal de keeper die de ballen erin brengt. Ja, dan moet je ook lengte in je ploeg zetten. Daarom breng je ook Wouter en Jan erin. Want als je hoge ballen speelt, ja, dan heb je minder aan kleine spelers wat dat betreft. En voetballend heb je natuurlijk best een aantal opties tegen deze ploeg. Maar het begint wel met zelf een stuk agressie in je spel hebben. Zelf bewegen zonder bal. De bal willen hebben. Het begint ook met een stukje balvastheid van onze spelers. En dat heb ik gewoon de fase tussen de 0-1 en zeg maar het laatste kwartier 20 minuten heb ik dat niet gezien. Ja, dan kun je spelen met wat voor systeem je wil. Maar dan kom je er gewoon niet doorheen. Het systeem is altijd afhankelijk van de uitvoering. Hoe goed het is. En de uitvoering was bij ons in de eerste half uur prima. En na 0-1 was dat over. En dan krijgt de tegenstander het initiatief. En nogmaals, door te wisselen probeer je wat te veranderen. Aan het eind lukt dat ook wel. Maar echt heel veel grote kansen heeft het ook niet opgeleverd. En je staat natuurlijk elke keer bij balverlies met heel veel mensen voor de bal. Ja goed, het levert daar nu geen tegendoelpunt op. Maar als je dat eerder doet, dan wordt de kans op een tegendoelpunt natuurlijk alleen maar groter. En je wil wel, je wilt zo lang mogelijk een wedstrijd laten blijven. En dus vandaar dat we dat niet te snel doen. Ben je blij met het weekend rust volgende week? Ja, we spelen voor de beker, hè? Dus het is relatieve rust, zullen we maar zeggen. Uiteraard gaan we wel een aantal andere jongens laten voetballen. Kunnen een aantal jongens die misschien wat last hebben van vermoeidheid en kleine blessuretjes, zoals Katipana. Die kunnen hun rust pakken. Een aantal andere jongens kan juist minuten maken, die wat vaker op de bank zitten. Het is misschien wel goed om een keer zo'n wedstrijd te spelen. Alleen, ook voor die wedstrijd geldt, het gaat nooit vanzelf in voetbal. Want op het moment dat je te weinig arbeid verricht, dan krijgt elke wedstrijd moeilijk. En dat hebben we vandaag na het eerste half uur wel gezien. Jan, dankjewel. Graag gedaan.